We gaan straks proosten op ons jubileum en op het nieuwe jaar. Namens het bestuur en alle vrijwilligers wens ik u allen een hele prettige middag. Een mooi en gezellig, maar vooral gezond 2020. Dank u wel. Beste mevrouw Pots, mag ik zeggen lieve Sini? Ja, zeker. Vanwege uw tomeloze inzet voor de Almeloze samenleving, uit de waardering voor al die positieve initiatieven voor de Zonnebloem, voor het Armoedepact, voor tal van andere verdiensten, bent u in het verleden al eens een keer bekroond, mogen we wel zeggen. Door de koning, koningin toen nog. Maar ik ben hier om u een andere kroon op te mogen zetten, want die stad waar u zoveel van houdt, die stad die zoveel van u houdt, want het is tweederichtingsverkeer, die stad heeft besloten om u een onderscheiding toe te kennen die van de stad zelf is. Namelijk de Almelo-speld van de gemeente Almelo. En die wil ik u graag opspelden als dank en als waardering voor alles wat u voor deze mooie stad doet. Wilt u naar voren komen? De toekenning, dames en heren, is geschied op grond van de bijzondere verdiensten van mevrouw Pots, Oude Avenhuis. Haar betrokkenheid bij mensen die het moeilijk hebben is groot. Vooral ouderen, zieken en eenzame inwoners, maar ook bijstandsgezinnen, kunnen op haar onbaatzuchtige steun rekenen. Met een tomeloze energie zet Sini Pots zich al jarenlang intensief en belangeloos in voor inwoners van Almelo en de wijk De Schelfhorst. En ontplooit zij diverse activiteiten om mensen te helpen. Daarmee geldt mevrouw Pots als voorbeeld voor vele Almeloers. Dank je wel. Alsjeblieft.